Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer ga ik verschillende spullen van de Action reviewen. Allereerst heb ik hier een waterverf papierblok. Deze was €1,69. En alhoewel het qua kwaliteit toch wel 300 gram was, zag ik al, zoals je hier ziet, gelijk de eerste pagina. Was om een of andere reden heel raar, maar gelukkig de rest van de pagina's niet. Ook heb ik meegenomen van de Action een waterverfsetje. Dit waterverfsetje kost 99 cent. En ik doe me eigenlijk even schudden, want ik heb al vaker goedkope setjes gekocht. En dan vallen de helft van de pens er eigenlijk uit. Maar gelukkig, deze is helemaal top in elkaar gezet. Ook heb ik meegenomen aqua brushes. Deze waren 89 cent. En dan gaan we ze eigenlijk gewoon allemaal even uittesten. Nou, mee dat ik deze aqua brushes gebruik, merk ik al dat deze lekt. Ik heb ze alle twee getest. De ene lekte, de andere gelukkig niet. Nou ja, relatief gezien voor de prijs moet op zich natuurlijk wel kunnen. Het lekte niet extreem, maar als je wat extra water eruit hoort, laat het druppen als het ware, merkt je wel dat het ook aan de zijkanten langs kwam. Waardoor je dus minder precies kan zijn met je brush zelf. Nou, allereerst is het swatchje van alle kleuren verf op het waterpapier zelf. Gewoon puur even ook om te kijken van hoe het papier erop reageert. Ik doe expres twee verschillende swatches over elkaar heen om ook te checken hoe pigmenteerd de verf is. Dan gaan we door naar de verf uittesten in de Bullet Journal. Wat me wel opviel ook bij de Aqua Brush was dat ik hem heel moeilijk schoon kreeg. Maar dat heb ik eigenlijk tot zover met al mijn brushes gehad. Ook de dure van Derwent. Nadat ik de eerste keer ze had gebruikt, kon ik ze niet meer fatsoenlijk schoon krijgen. En bij deze gaat het precies hetzelfde worden. Om te testen van hoe het papier het heeft gedaan. Ik moet zeggen, qua hoe het doordrukt, valt het eigenlijk reuze mee. Het heeft eigenlijk een beetje dezelfde effect als een setje van de Tiger. Alleen deze is gewoon goedkoper. Het papier daarentegen is wel heel fijn en heel goed papier. En dat ga ik ook zeker gebruiken voor mijn volgende spreads in mijn journal zelf. Of om kleine losse tekeningetjes te maken eigenlijk. Al met al raad ik het waterverfpapier en het waterverfsetje sowieso aan. De Aqua Brush daarentegen zit er een beetje tussenin. Het is een beetje een wel eens niet eens verhaaltje. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als je deze video leuk vond, geef deze dan ook vooral een duimpje omhoog. En wil je dit soort video's vaker zien, doe dan vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!